Voor u van start gaat, reinig uw handen en verzamel alle items die u nodig heeft voor de vervanging van de infusieset. Houd de infusieset vast met de naald naar beneden gericht. Als Vullen geselecteerd is op het scherm, houd de Select-knop ingedrukt. Het pompscherm zal dan de hoeveelheid insuline tonen die door de slang gaat. Vullen ingedrukt houden tot er druppels verschijnen. Laat nu de Select-knop los. Richt de slang naar het licht om luchtbellen op te sporen in de slang. Indien u luchtbellen ziet, vullen ingedrukt houden tot de lucht uit de slang is. Selecteer dan Volgende. Kies een inbrengplaats in de schaduwgebieden. Vermijd de 5 cm cirkel rond uw navel, verharde huid, littekens en de vorige inbrengplaats. Indien u regelmatig over een langere periode insuline toedient op dezelfde plek, kan dit leiden tot occlusie en slechte insulineabsorptie. Desinfecteer de inbrengplaats met een alcoholdoekje of voorbereidingsdoekje. Laat de huid aan de lucht drogen. Neem het inbrengapparaat en verwijder de plakstrip van de katheter. Wees voorzichtig en raak de plakstrip niet aan. Knijp in weerszijden van het afdekkapje en trek het vervolgens van het inbrengapparaat. Bewaar het afdekkapje voor later, zodat de canule beschermd is wanneer deze niet gekoppeld is. Trek de huid glad. Druk het inbrengapparaat tegen de huid die u heeft voorbereid. De verhoogde pijlen geven de richting van de katheter aan waarop de slang zal worden aangesloten. Druk de knop op de bovenkant volledig in om de infusieset in te brengen. Haal het inbrengapparaat langzaam en voorzichtig weg. Druk de plakstrip voorzichtig tegen de huid. Houd de kanulehouder voorzichtig met één vinger op zijn plek. Duw het aansluitdeel dan recht in de kanulehouder tot het vastklikt. Nu de inbrengnaald is verwijderd, is de zachte canule leeg en dient deze gevuld te worden met insuline. Selecteer op uw pomp vullen. Vul scherm zal verschijnen met druppels of de hoeveelheid die u eerder heeft gebruikt. Om de vul hoeveelheid aan te passen, druk op vullen en gebruik de pijlen om tot de juiste hoeveelheid te komen. Vervolgens druk op Nu vullen tot u de gewenste eenheden heeft. Als de hoeveelheid correct is, bevestig en druk op Nu Vullen. Het beginscherm zal de hoeveelheid insuline tonen als de canule wordt gevuld. U heeft met succes uw infusieset ingebracht.